Hoi Magda, we zijn hier in Den Haag. Ja, klopt. Wat gaan we hier doen? We gaan even naar de openbare zitting van de Tweede Kamer. En daar is een ronde tafelgesprek met bijzonder beheer van de banken. Okay. Dus ik ben heel benieuwd wat daar allemaal besproken wordt. Ja, ik ook. We gaan het meemaken. Zeker, kom. Doe jouw ervaring van het gesprek hier binnen. Nou, de banken heel erg makkelijk wegkwamen. Er werd geen kritische vraag gesteld, er werd niet doorgevraagd. En dat vond ik stuitend. Mm-hmm. Terwijl in de tweede ronde, waar de brancheverenigingen aan voortkwamen, dus zag je hoe groot de problemen echt zijn. Dus ik vind het eigenlijk de volgorde van de ondervraging. Ze hadden eerst de branchevereniging en de klanten en de journalisten moeten vragen en dan de bankiers. Okay. Want dan had je kunnen stapelen. Ja. En dan had de politiek aan de bank kunnen vragen, legt u dit eens uit. En ja, dat is de verkeerde volgorde is nu gehanteerd. Verkeerde volgorde, oké. Nou, we gaan het volgende gedeelte even kijken. En dan komen we zo wel tegen. Okay. Dankjewel. En tijdens het gesprek nog wel. Meneer voorzitter, mag ik even zeggen als burger, ik was van helft jaar te maken. U zou de voorzitting meer gewicht hebben gegeven als u de volgorde van de blok had omgedraaid. Had u ook gericht vragen kunnen stellen? Daar uw feedback zijn we mee in gesprek als commissie. Dank u wel. Wat vonden jullie van de hoorzitting en is er alles aan bod gekomen waar we graag hadden willen horen? Nou nee, ik vind dat de hoorzitting ten dele is mislukt. Ik heb net aan een slotopmerking gemaakt aan de voorzitter. Dat de banken hier wel heel erg makkelijk zijn weggekomen. Omdat ze als eerste werden ondervraagd en ze ook weggingen uit de hoorzitting. Daarna kwamen de klanten, de brancheverenigingen aan het woord. En de journalisten en andere deskundigen. Dus de volgorde van de blokken was totaal verkeerd. Waardoor de banken ja, eigenlijk... easy ride hadden. Een easy ride hadden. Ik zocht het woord. Meneer Ad Broere, uw visie hierover. Wordt er iets gedaan aan het bankensysteem überhaupt? Of lopen ze elkaar een beetje de hand boven het hoofd te houden? Nou ja, wat we vandaag gehoord hebben is van bijzonder beheer. Is eigenlijk een logisch uitvloeisel van hoe banken werken. En dat ze zo optreden naar klanten toe is vanuit het bankbelang. En dat is uiteindelijk waar het om gaat, dus om dat bankbelang. En dat hoor je niet. Dat komt niet naar voren. Nee, wat mij ook vooral opviel is dat het niet naar voren komt dat een bank, immoreel, amoreel, hoe juist dat noemen, maar gewoon onmenselijk bezig is. En het geld staat boven de mens en daar hoor je ze helemaal niet over. Nee. En dat vind ik echt een heel schrijnend stukje. Hoeveel menselijk leed mag een bank hier in Potsdam aanrichten? Ja. Ongelooflijk. Het gaat heel simpel gewoon op indekken van de eigen belangen. Ja. He, en als het erop aankomt, dan is daardoor voor die afdeling bijzonder beheer. He, en daar worden mensen dan voor ingezet om eigenlijk vreselijke dingen te doen met hun klanten. He, want de verhalen van mensen die volkomen psychisch kapot gaan, die zijn legio.